Ja, ik denk dat ik altijd nog wel genoeg geld zou verdienen. En of dat nou ja, echt superveel is of gewoon een normaal bedrag, dat maakt me dan niet heel veel uit. Jeroen van der Lely is nog maar 24 jaar als hij bekend maakt te stoppen als profvoetballer en te kiezen voor de schoolbanken. Met de geboren Nijverdaller keren wij terug naar het stadion waar het voor hem begon, de Grolsvesten. Daar zette hij zijn eerste stap in de kleedkamer, zat hij vervolgens vaker op de bank dan hem lief was en verdween hij uiteindelijk naar een plek op de tribune. Toch bewaart hij warme herinneringen aan zijn tijd bij FC Twente, waar hij zijn eerste stappen als profvoetballer mocht zetten. Ik speel hier vanaf mijn 11e. En ja, toen vond ik het echt, was echt je droom om het eerst te halen natuurlijk. En toen ik het eerste haalde was dat nog steeds zo hoor. Toen had ik nog steeds zo van, ja, vond ik voetbal nog steeds fantastisch. En dan, ja, dan voel je wel een beetje, dan mag je wel gelukkig prijzen wat dat betreft. Het gaat uiteindelijk ook om talent en doorzettingsvermogen, maar geluk is ook wel een grote factor. Vooral in het begin, toen ik het eerste jaar speelde, toen speelde ik ook gewoon niet goed. En toen lag ik ook niet heel goed bij de supporters voor mijn gevoel. Maar ja, dat is ook logisch, weet je. Als je niet presteert, dan denken zij ook van, nou ja, dan liever een ander. Maar ik denk dat dat het tweede seizoen was, dat ik wel wat beter ging spelen. En toen werd mijn band wat dat betreft ook wel beter. Ja, ik denk dat ik wel gewoon graag wou dat als ik over straat liep in Enschede, dat supporters blij waren met mij, weet je. Niet dat ze dachten van, nou, ik heb liever iemand anders daar staan. Dus ja, dat vond ik vond het wel een fijn gevoel als je gewaardeerd werd door de supporters. Helaas kwam de club in sportief en financieel zwaar weer terecht in zijn eerste jaren bij FC Twente. De club uit Enschede degradeerde en na een stormachtig begin belandde Van der Lely steeds vaker op de bank en soms ook op de tribune. Het aparte voor mij was ook dat ik had nog nooit op de tribune gezeten als speler. Tot het derde seizoen dus eigenlijk dat ik speelde. Of misschien was het vierde seizoen, maar in ieder geval het seizoen dat we keukenkampioen divisie speelden. Dat was ook voor het eerst dat ik te keken op het blaadje en zag ik dat ik niet bij de selectie zat. Toen dacht ik opeens van, hè, maar wat moet ik nu doen dan, weet je? Ik snapte dat niet zo goed. Dat was heel vreemd, want eigenlijk dat seizoen heb ik ook helemaal niet veel gespeeld. En ik merkte dat ik na dat degradatieseizoen eigenlijk een beetje wel in de... het duurde... Ik denk dat ik daarna gewoon niet meer echt mijn vorm terug heb gekregen of zo. Dus dat seizoen ging het sowieso al, weet je. Je komt echt in een negatieve spiraal als team met je persoonlijke prestaties. Dus je gaat steeds eigenlijk slechter, slechter, slechter spelen. En... Ja, ik denk niet dat ik daar nog echt weer uit ben gekomen. En toen heb ik me wel, ja, niet bewust, maar toch wel, ik denk, een soort van bij neergelegd, weet je. Wat natuurlijk niet hoort als topsporter, maar ik merkte dat dat wel een beetje het gevoel was wat bij mij overheerste. Dat ik dacht van, ja, ik, weet je, oké, het is prima zo, weet je. Dan speel ik niet, oké. En ja, dat was dan ook wel het moment dat ik ging nadenken van, ja, ik weet niet of ik nog lang moet gaan voetballen. Je hebt uiteraard wel je seizoenskaart, weet je, die eigenlijk voor je familie is. Dus tenminste, die normaal je familie gebruikt en die kan je daar gebruiken voor jezelf. Maar ja, dus dan ja. Moet je ook en dan... nog iemand bellen van, ja, nee. Zit op de tribune, dus je kan niet komen. Ja, een beetje wel. Maar ja, het is soms wel vervelend als je dan aan 10 verschillende mensen moet uitleggen waarom je dan hier zit en niet op de bank, ja. Weet je, ja. En, ja, wat voor vragen kreeg je dan? Ja, van, hey Jeroen, ben je geblesseerd, weet je, dat soort dingen. En dan moet je toch even uitleggen, nou, nee, ik trainen koos toch voor iemand anders. Hè? En dan, ja, dat is soms, ik bedoel, die mensen bedoelen dat uiteraard niet vervelend, maar dat is toch, ja, soms voel je dan toch een beetje lullig. En ja, op een gegeven moment dan weet je ook wel van, dan kan je een beetje nagaan, oh, iedereen is fit, dus ik zal wel weer op de tribune zitten. Mm. En dan ga je kijken en dan is dat inderdaad zo. En dan denk je wel van, ja... Weet je, ja, ik kan het beter wat anders gaan doen. De goede reactie zou wel zijn van, oké, weet je, ik ga 3 keer zo hard werken om er te komen. Alleen bij mij was het meer zo dat ik ging denken van, misschien ben ik ook wel niet zo goed en kan ik beter wat anders gaan doen. En dat ging ik vooral denken. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment vond ik het ook helemaal niet erg om op de tribune te zitten. Weet je? Dan dacht ik van, ja, of ik nou daar zit of op de tribune, maakt toch niet zoveel uit. Het profvoetballen is ook gewoon hartstikke mooi. Alleen voor mij was het, ik denk het paste gewoon niet meer zo goed bij de dingen die ik op dit moment dan nastreef in het leven. En het is ook een beetje dat ik altijd nog wel graag heb willen studeren, zodat ik daarna nog wat kan doen.
Want ik zag mezelf ook niet na mijn carrière, weet je, als ik dan 33 was, weer terug in de voetballerij gaan werken. Ondanks het kampioenschap deden al die wedstrijden vanaf de tribune Van der Lely al twijfelen over zijn toekomst. De wens om te stoppen en te gaan studeren bestond al langer. Toch kwam hij via Ted van Leeuwen in contact met een tweede divisionist in Denemarken die hem wist over te halen. Volgens mij was er niet echt nog meer interesse. Dus op dat moment vond ik dat echt, dacht ik, ja leuk, weet je, Denemarken, eventjes weg van al ja, dit. Zou me ook wel goed doen, dacht ik. Toen ik daar in het begin kwam, dacht ik wel van, hey, mooi, ik kan dit niveau kan ik wel weer goed oppakken. Ja. Maar ja, een paar weken later dacht ik van, nou, ik ben gewoon bijna weer de slechtste, weet je. Dus maar dat was denk ik ook meer een beetje een gevoel, omdat ik gewoon eigenlijk niet meer zo heel veel zin in had. Maar toen heb ik in die tussentijd heb ik gebeld naar de agent van, ja, ik had een beetje gegooid op, ja, ik heb een beetje heimwee, ik wil weer terug naar Nederland. Maar toen ik echt hem had gebeld, toen was het echt wel dat ik dacht, oh, nu kan ik gaan beginnen met een nieuw leven eigenlijk. Ik denk dat ik juist ook misschien wel een beetje naïef ben wat dat betreft, dat ik denk van, oh, het geld ga ik toch niet missen. Maar omdat ik eigenlijk dus ja, het altijd goed voor elkaar heb gehad. Dus misschien dat ik mezelf nog wel ga tegenkomen wat dat betreft. Maar ik denk eigenlijk dat ik, ja, ik denk op dit moment dat gewoon niet, ik kan met best weinig rondkomen en ik denk dan van, ja, ik wil dat niet een rol laten spelen in wat ik ga doen. Nee. En ik hoop gewoon dat ik iets kan gaan doen in de boekenwereld dan, of iets dergelijks. Omdat ik dat gewoon wel een leuke bezigheid vind. Ja, ik denk dat ik altijd nog wel genoeg geld zou verdienen. En of dat nou echt superveel is of gewoon een normaal bedrag, dat maakt me dan niet heel veel uit. Ja, ik moet zeggen, een boekenwinkel is wel vaak door mijn hoofd gegaan. Maar ja, of bij een uitgeverij werken lijkt me ook top. Eerst nog even 4 jaartjes studeren. Ja, precies. Ja.